Yo strijders, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag ga ik ook strijden, want ik zal het even aan jullie uit gaan leggen. Op mijn hoofdaccount heb ik al mijn knokkers momenteel boven de 750 trofeeën. Dus allemaal rank level 25 plus. En op dit moment ook, en 4 rank level 30, dat is best wel insane. Want op mijn tweede account heb ik nog geen één knokker rank level 25. Nog helemaal nada, noppes. Niks! En dat moet natuurlijk veranderen. Dus vandaag wat ik ga doen. Ik ga in één keer Shelly pushen van de 500 trofeeën naar de 750. Misschien ben ik een uur bezig. Misschien ben ik 2 uur bezig. Misschien ben ik 3 uur bezig. Misschien ben ik een miljoen. Nee, ik denk maximaal 2 uur. Maar daar gaan we achter komen. Maar in ieder geval, ik ga Shelly in één stuk doorpushen. Dus dat we in één keer 250 trofeeën erbij krijgen. En dan ben ik benieuwd hoe lang ik daarover ga doen. En ik had trouwens een leuk idee. Want ik heb momenteel op mijn tweede account nog één knokker op de 0 trofeeën. En dat is namelijk Stu. En Stu is best wel een goede knokker. Maar ik weet het goed gemaakt. Als deze video de 2500 likes haalt, ga ik Stu vanaf de 0 trofeeën in één keer pushen naar de 750 trofeeën. Dus van rank level 1 naar rank level 25. Laat me weten in de comments of jullie dat een goed idee vinden. En bij de 2500 likes ga ik dat dus doen. Maar voordat we gaan strijden en natuurlijk gaan spelen in Showdown Plus, want dat is de game mode die natuurlijk het beste pusht. Check natuurlijk Bouws aan de kleding. Helemaal nieuwe merch. Staat online op Bouws.nl. Ik vind het echt super vet design geworden. Dus zeker weten. Even checken waard. En mocht je mij willen supporten in Brawl Stars, gebruik natuurlijk die code BOOS. Maar laten we nu maar gaan beginnen. En dan ga ik gewoon echt een uur lang no-liven. In één keer moet ik het dus halen. Ik mag niet stoppen tussendoor. Gewoon achter elkaar door totdat ik rank level 25 heb gehaald. Nu hoop ik wel dat het een beetje gaat lukken. Want als het dan niet goed gaat, dat is zo vervelend. Stopwatch, die loopt. Dus dan kunnen we gaan beginnen. Gadget en sterkkracht moet ik wel meteen goed hebben. Ja, dit is in principe prima. Oké, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, dit is misschien echt een domme challenge. En ik heb het trouwens een beetje uitgerekend. Als ik elk potje ongeveer 10 trofeeën erbij krijg, zou ik het in 1 uur kunnen halen. Maar ja, dan moet ik dus elk potje ongeveer in de top 3 komen met een paar kills erbij. Dan zou het kunnen lukken. En ik wil wel teamen hoor. Ik wil wel teamen. Shelly, zit jij hier nog? Zit jij hier nog? Nee, die zit hier niet. Ik denk dat die Shelly hierheen is gelopen. Nee, waar is die Shelly heen, joh? Ik heb geen idee waar die Shelly heen is. Oké, okay, daar is Rico. En Rico is echt het meest irritant om tegen je te hebben. En alleen als je in het midden zit, kan je iets tegen een Rico. Oh, donder. Hier liggen wel wat kistjes. Ik zal even uitkijken. Oké, dan moet ik hier... Oh, die zat gewoon op het hoekje. Ah, shit. Oké. Nou, kijk, dit is dus al meteen een slecht begin. Ik dacht dat die Shelly weg was gelopen daar. Maar we hebben dus nu min 3 trofee. Oké, op deze manier gaat het helemaal lang duren. Oké, ik moet even de focus pakken. En even zorgen dat ik gewoon elk potje even goed ga spelen. En kills ga maken en ga winnen. Want anders wordt dit echt een video waar ik misschien wel 3 uur lang mee bezig ga zijn. Als ik op deze manier ga spelen, zoals het vorige potje. Ja, dat kan echt niet. Ja, kan ik een kill maken en kan ik nog een kill maken? Nee, niet nog een kill. Dat is dan wel weer jammer. Trouwens, ik bedenk me nu in één keer. Ik drukte net, zeg maar, op lieven. Het potje ging ik lieven. Ik moet natuurlijk de hele tijd op opnieuw spelen drukken. Want anders krijg je niet in één keer die trofee er aan de tijd bij. Dus daar moet ik wel even rekening mee gaan houden. Want anders ga ik natuurlijk niet in één keer die 250 trofee erbij krijgen. En dan is deze hele challenge voor niks geweest. Oké, we kunnen hier nu even hits doen. En dan kunnen we dit kistje even pakken. Ja, top. En dan zal ik hier even uit gaan kijken. Die Shelly die zit daar boven. En ik heb geen idee waar die andere knokker is. We moeten hier even uitkijken. Die andere Shelly heeft ze super. Dus dat is even oppas geblazen. Ik ga hier eventjes weg. Ik ga hier eventjes weg. Oké, dit pandje wil ik eventjes gaan winnen. Kijk, het is altijd de moeite waard om door te strijden. Want als je eerste wordt, dan krijg je ook niet die min 2 trofeeën erbij. Die je anders zou krijgen als je doodgaat, zeg maar. En als je eerste wordt, heb je dan natuurlijk niet. Oh, daar had ik mijn super gebruikt. En dat was achteraf niet nodig. Oké, maar ik heb in ieder geval weer een kill erbij. Dit is zo irritant. Want ik heb geen idee waar die Shelly is. En die andere Shelly heeft een super. Oh, wat? Zit hij er niet meer achter? Ik heb geen idee. Nee, oké, nice. 16 trofeeën erbij. Oké, dit lijkt er weer op. Kijk, en nu moet ik op opnieuw spelen drukken. Daar moet ik dus de hele tijd op gaan drukken. Want anders heb ik zo meteen niet het mooie effect van in één keer die 250 trofeeën erbij. Nou, ik ben dit potje wel on fire. Er moet hier ergens een Frank lopen. Ik weet alleen niet precies waar hij nu heen is. Gaan hij eens hierheen gaan. Dankjewel, Frank. Jongen, ik ga als een raket. Ik heb nu al 3 kills en we gaan echt heel goed. En ik heb echt mega veel krachtpunten. Er liep hier rechts in het midden een Bo. Maar die kan ik nu ook wel makkelijk hebben, want ik ben zo belachelijk sterk. Dit potje ga ik ook wel winnen. Oh, die Bo die is ondertussen daarheen gelopen. Hier, kom maar, Bibi. Sorry, jongen. Daar heb ik mijn super niet voor nodig, dus dat is chill. Ik zie dat daar een Shelly boven is.
Die heeft ondertussen kill gemaakt. Maar die Shelly, wat ga je nu doen? Je kan hier niet wegkomen. Je kan hier niet wegkomen. Dat is gewoon onmogelijk. Shelly, nee. Ik wil die kill. Ja, top. Oké. Okay. Had anders die andere Shelly bijna mijn kill afgepakt. En dan gaan we even een dik 20 trofeeën erbij krijgen. Kijk, dit zijn wel de lekkere potjes, hoor. Eén hit en ik had hem gewoon meteen. Dus dan is er nu nog ergens een boom. En dan heb ik 24 trofeeën erbij. Dat is echt niet normaal. Hier even hits. Wow, komt er nu aan. Boom! 24 trofeeën. Kijk, dit zijn de lekkere potjes. En zo ga je heel snel omhoog. Dus het kan inderdaad goed gaan. Maar dan moeten we wel op deze manier doorspelen. Ik doe trouwens even de camera uit. En dan zie ik jullie zo meteen over een half uurtje of uurtje weer. En dan hopelijk zijn we bij de 750 trofeeën dan ongeveer. Nou, aan het begin van de video dacht ik, dit gaat wel redelijk lastig worden. Ik ben nu ondertussen iets verder. Dit is trouwens wel irritant. Ik zit nu tegen twee Rico's die helemaal tekeer gaan tegen mij. Misschien dat ik het nog wel kan uitspelen. Dat zou wel heel baas zijn als dat gaat lukken. Ik zal even hier gaan staan. En die Rico, oh die shit, die had mij wel redelijk door. Maar we zijn tweede geworden. Plus 8 trofeeën vanwege de kills. Ik zit nu op de 724 trofeeën. En ik ben nu 28 minuten bezig. Dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar. Ik dacht, ik ben echt 2 uur bezig. Maar het gaat zo belachelijk goed. Het is nu wel iets lastiger. Tot de 700 trofeeën ging het echt mega makkelijk. Toen werd ik echt alleen maar eerste met echt de hele tijd 20 trofeeën erbij of zo. Daarom is het ook zo snel gegaan. Maar nu ik eenmaal boven de 700 zit, wordt het wel iets ingewikkelder. Die Leon die kan nu elk moment komen. Oké, die gaat nu denk ik wel dood. Of, daar zit nu een Shelly. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Die Shelly die gaat nu daar voor de krachtpunten. Dus ik ga even hier uitkijken. Ik wil eigenlijk die Shelly in één keer gaan pakken op het moment dat hij weer voor krachtpunten gaat. En misschien dat we die bonen kunnen pakken. Ja, die gaat nu in gevecht met die Shelly. Dus dat is in principe ook wel nice. We kunnen hier die boom pakken, 100%. Ja, inderdaad. Oké, nice. Dan hebben we in ieder geval weer een kill erbij. Nu even uitkijken voor Dyna. En dan zijn we in ieder geval goed onderweg. Lekker, man. Ja, het is even af en toe wat puzzelen qua Shelly hoe je nou goed moet spelen. Ik bewaar even wat schoten, want mocht er iemand in één keer nog Shelly tevoorschijn komen, kon ik in ieder geval nog iets verdedigen. En daar is nog een Shelly. Is er nog ergens een boom? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, daar is in ieder geval een Leon. Dat is wel handig om te weten. Maar ja, die is nu helaas al weg. Dat is wel een beetje jammer. Die Dyna, ja, dit is een beetje oppassen. Ik zie jullie zo meteen als we weer wat verder zijn. Maar ik denk nog 1 of 2 potjes en we hebben het gewoon al gehaald. Oké, er zit hier nu een Shelly. Die kan ik hebben. Ja, dankjewel Shelly. Dan heb ik nu plus 6. Oh, nu moet ik trouwens even oppassen. Maar die stoel, die kunnen we ook al wel bijna hebben. Ik ga trouwens even hierheen, want hier zijn 2 knokkers redelijk low. Dus die kan ik allebei hebben. Dankjewel, Dyna. Oh, dan hebben we nu plus 10. Volgens mij heb ik net niet de 750 als ik nu eerste word. Nee, net niet volgens mij. Oké, die hebben we nu ook. Oké, dit is een beetje balen, maar helemaal prima. Hij mist beide keer zijn schot. Oké, dat is mooi. Nou, als ik hem nu tegenkom, dan heb ik hem gewoon in 1 schot. Oké, hij gaat daarin. Nee, oh nice, ik heb hem nog net geraakt. Dus dat betekent dat ik de kill ga krijgen. Als ik hem niet had geraakt, was degene die hem als laatste had gehit, kreeg dan de kill. Maar nu heb ik die 2 trofeeën er ook bij. Nog 2 trofeeën en dan heb ik het gewoon al gehaald. Boy, yo, dan ben ik ongeveer een half uurtje tijd van de 500 trofeeën naar de 750 gegaan. Ik dacht, dit is echt mega moeilijk. Maar dit valt echt reuze mee. Dus vanaf de 0 trofee naar de 750. Dat zou eigenlijk ook wel een keertje te doen moeten zijn. Dus 2.500 likes. En ik ga dus dat binnenkort doen. Maar alleen dit potje even nog een beetje goed spelen. En het gaat gewoon lukken. Ja, er zit wel een boom hier. Dus dat is wel een beetje irritant. En ik weet niet waar de andere knokkers zijn. Dus dit is wel een beetje een irritante situatie. Maar oké, daar is dus een boom. Ik weet niet waar de rest is. Ja, die boom die weet nu dat ik hier zit. Dus dat is vervelend. Maar ja, die denkt nu dat ik naar boven loop. Maar dat loop ik niet. Dat loop ik niet. Ik moet gewoon zorgen dat ik niet te veel damage tegen krijg. Dan gaat het helemaal prima. Nice. En ondertussen gewoon een krachtpunt te pakken. Dan kan die bow ook niet zoveel. En zo meteen. Ja, ja, was het slim? Ik weet niet. Oké, we kunnen het in ieder geval nog overleven. Ja, ik weet niet hoe dicht bij die Shelly bij de super zit. Anders kunnen we natuurlijk proberen in ieder geval mijn super erop te laden. Ik heb bijna mijn super. Dus dat is nice. Ondertussen was daar een Shelly. Die ging voor de krachtpunten. En daar zit nog een Shelly. Dit is wel echt een spannend potje. Oké, nu moet ik uitkijken. Ik kan even hier. Even weg. Oké. Top. Ik heb een super nog. Ik heb een super nog. Kijk, het wordt dan wel iets moeilijker boven de 750 trofeeën. Maar het gaat nog steeds prima. Zal ik hier even mijn super inzetten?
En dan wou ik hier eigenlijk even een kill maken. Als ik één kill maak, dan heb ik het al gehaald. De 750 trofeeën. Of als er één... Oké, nu heb ik het volgens mij ook gehaald. Die Rico, die loopt nu hier. Ja, dankjewel. Dat is zo dom als Rico zijn. Dat slaat helemaal nergens op. En ja, nog een kill. Ja hoor, ik heb het gehaald. 750 trofeeën. Sterker nog, nog meer trofeeën. Heb ik gewoon gehaald in ongeveer een half uurtje tijd. Bro, want dit is bizar makkelijk geworden. Waar is die laatste Shelly ondertussen? Dus trouwens, mocht je dus een call ooit een keer graag naar 25 willen pushen, doe het in Showdown Plus. Het is echt easy. Het is echt easy. Nog 16 trofeeën erbij. We hebben er uiteindelijk hoeveel minuten over gedaan? Oh, stop. 33 minuten hebben we erover gedaan. Echt insane hoe makkelijk dit is gegaan. Kijk dan. Boom, 264 trofeeën erbij. In één keer hebben we het gehaald. Rank level 25 op mijn tweede account. Hoi. En eventjes checken bij gevechtslag hoe we hebben gespeeld. Kijk, eerste, tweede. Hier ging goed. We hebben hier een paar potjes even slecht gespeeld. Maar daarvoor gingen we enorm goed. Maar dit was ook voor de 700 trofeeën. Kijk, tot de 700 trofeeën. Eerste. Maar check de trofeeën. 24 erbij, 16 erbij. Nou, hier dan 6. 16, 26, 16, 20, 22. Dat gaat zo belachelijk snel. Dat slaat helemaal nergens op. Hier zijn we... hier zijn we begonnen 31 minuten geleden. Ja, gewoon in een half uurtje tijd van rank level 20 naar rank level 25. Insane. Echt bizar dat het zo makkelijk is gegaan. Hé, dan laat ik het erbij voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog al achter te laten. Want bij de 2500 likes ga ik dus van de 0 trofeeën in één keer naar de 750 trofeeën. Dat is op zich ook wel lach om een keer te doen. Maar dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.